Goedemiddag, welkom. Het is lang vier uur geweest. We doen de vrijdageditie van Magazine 4. Ik heb twee onderwerpen voor u. Self Reliance is de sponsor. Zo meteen krijgt u de details. Maar de onderwerpen voor vandaag. Hira interviewt Bouterse dit weekend. En Suriname bekend. Hoe bekend, wat bekend. Zo meteen krijgt u die informatie. Suriname bekend. Nou, hoe bekend, wat bekend. Daar gaan Raoul Nijhorst en Rachel Rietveld ons meer daarover vertellen. Ze zijn bij ons in de studio. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Mensen, Raoul, vertel, Suriname bekend, dat is een product van jou. Klopt. Wat is het product? Nou, het product is een boek met 75 bekende en bijzondere Surinamers, Surinaamse sterren. En dan niet per se de bekendste of de meest bijzondere. Het zijn gewoon 75 sterren die voor mij persoonlijk ooit in een moment in mijn leven inspirerend waren. Of ze hebben me gevormd tot de persoon die ik ben. En het is een boek. Met dus die 75 mensen, en het zijn niet gewoon portretten, want ja, ik wilde niet een boek maken met gewoon zoetje saaie foto's. Ik wilde het wat spannender maken. Dus ja. Ik heb 75 foto's waarbij de mensen die erin zitten iets onthullen. Een geheim, een contradictie zoals je ze niet verwacht. Ja. Zoals bijvoorbeeld een presentator in gevangeniskleding. Of een bekende cabaretier die iets in zijn mond stopt. Of een rapper die een rauwe vis in zijn mond stopt. Ja. Hoe ben je gekomen aan die 75? Waarom 75? Waarom 75? Nou, Suriname is in 1975 onafhankelijk geworden. En het leek me een mooi symbolisch getal om mee te werken. En hoe de selectie? Ja, het was natuurlijk om aan 75. Kijk, mijn lijst was echt heel erg lang. Eigenlijk zijn alle Surinamers over de hele wereld. We hebben hier in Suriname ongeveer 500.000. In Nederland een aantal. Ik denk dat er 1 miljoen Surinamers zijn of mensen met Surinaamse roots. En ik vind ze allemaal bijzonder. Maar goed, mijn lijst was in ieder geval 250 mensen lang. En uiteindelijk heb ik dus moeten downsize naar 75. Oké, okay, was het moeilijk om te downsize? Het was moeilijk. Het was moeilijk om keuzes te maken. En ik denk, dat is ook het lastige. Mensen zullen altijd zeggen van, hey, ik moet man dat die en dat no de. Dat no de, precies. Weet je? Maar dus daarom wil ik het echt goed duidelijk maken. Het zijn echt persoonlijke keuzes. Ja, maar, kijk, jouw persoonlijke keuze, maar ergens, ja. Je hebt de langere lijst. Ergens moet je zeggen, no, maar deze wel. Dus ergens heb je toch wel selectiecriteria. Ja, zeker. Nou, kijk, wat het ook het punt was. Als je mensen mist, dus als mensen zeggen van, hey, maar ik mis die. Dan zit je eigenlijk, je zit het eerste stukje van, die persoon is misschien, die ken ik niet of niet geïnspireerd, ben ik geïnspireerd door die persoon. Maar je hebt ook een stukje, die persoon wilde misschien gewoon niet meewerken. Mm-hmm. Die persoon had geen tijd. Of ik kwam niet langs het management. Het was ook niet zo heel makkelijk. Uiteindelijk het meeste energie in het maken van het boek, was vooral het contacten van de mensen. Okay. Daarna heb je ze gecontact. Ja. Was het vervolgens de foto's maken? Hoe is dat aan toe gegaan? De foto's gingen eigenlijk heel goed. Het was heel leuk om te doen. De mensen kwamen ongeveer een uurtje bij mij in de studio. Het was niet alleen fotografie, maar ook een interview. Ik heb ze ongeveer 20, 30 minuutjes heb ik ze geïnterviewd. En we hebben hele leuke gesprekken gehad. Echt sweet stories, echt dingen van vroeger. Ze hebben gesproken over hoe ze bepaalde, hoe ze het hebben gedaan, dat ze dit hebben bereikt. Dingen van vroeger, hun favoriete eten, ze echt, dat ze vroeger geslagen werden door de ouders, weet je. Echt hele leuke verhalen heb ik dus met ze gehad. En nou, in de studio was het gewoon, ja, het was gewoon leuk. En wat ik heel mooi vind is dat eigenlijk de meeste mensen, desondanks een drukke programma, allemaal bij mij in de studio zijn gekomen. Okay. En het zijn Suranamans die een beetje verspreid over de wereld zijn. Precies, het zijn eigenlijk mensen Surinamers. De vraag is ook, wat is een Surinamer? Dat wil ik eigenlijk ook een beetje gaan veranderen. Kijk, mensen zien vaak Surinamers alleen de mensen die hier wonen. Maar we zijn eigenlijk, Surinamers zijn, is, vind ik, iedereen met Surinaamse roots. Weet je, men heeft ook niets in Nederland, de PSA, persoon van Surinaamse afkomst. Maar wat het gewoon is, kijk, we gaan even uit van Nederland. Als een Surinamer, iemand met Surinaamse achtergrond in Nederland woont, zweeft hij eigenlijk tussen twee landen. Want in Nederland is hij een allochtoon, hij wordt niet geaccepteerd. En ja, de Maitak EU nou aan bakkera. Weet je, en dat vind ik gewoon eerlijk. We zijn allemaal Surinaams, we moeten elkaar meer gewoon respecteren, waarderen gewoon. We moeten elkaar meer steunen. Prima. Goed, straks meer over dat boek. Op een gegeven moment kies je een koffer. Ja. Ik merk op je koffer Suriname bekend met de woordspeling. Precies. Hoe dat zo? Nou, het is Suriname bekend inderdaad met DT, waarbij de D tussen haakjes staat. Omdat het bekende mensen zijn die iets bekennen. Oké, okay, prima. En je hebt gekozen voor Rachel op de koffer. Ja, inderdaad. We moesten een koffer maken en we zaten te twijfelen van, in eerste instantie zouden we alleen tekst doen, maar ik vond, ja, het is een fotoboek. En ik ben een fotograaf in Potoa Foto. Ja. Dus toen ging zij zeggen van, ja, wat gaan we doen? We kunnen niet een vreemde persoon zetten, we moeten iemand in het boek zetten, maar wie gaan we zetten? Als je, laten we zeggen, je heel bekend iemand die visueel bekend alles in Suriname. Ja. Laten we zeggen, Jurgen Rijman, dan ga je denken, het boek is van Jurgen Rijman, dus dat klopt niet. En zo hebben we lopen spelen en we vonden eigenlijk kwamen we al heel snel op die foto van Rachel, want het was gewoon, het had gewoon alles. Het zijn onthullende portretten, het is een beetje onthullend wat die foto die je ziet. Mm-hmm. En ja, het was gewoon geweldig. Oké, okay, hoe kwam je aan die foto van Rachel?
Die heb ik natuurlijk gemaakt, maar dat is haar geheim die ze dus blootgeeft. Oké, okay, prima. Rachel, ik kom gelijk richting jou, want het is ook al een poosje met ons nu. Wat is het geheim van jou? Mag ik het zeggen? Oké, doe maar, doe maar. Mijn geheim is dus, ik ben een fotomodel. Ik woon in Londen en ik doe al 15 jaar fotoshoots en modellenwerk en acteren en zo. En dus mijn hele leven gaat eigenlijk om make-up en haar en hakken en mooie kleren en dat soort dingen. Maar het liefst ben ik gewoon zonder make-up aan, met slippers aan, met een meloen in mijn hand. Yeah. Gewoon relaxed in een bos, ergens in een hangmat aan het liggen. Yeah. Dus dat is dus eigenlijk mijn, weet je? Geheim. Oké, dat is jouw geheim. Maar yeah. Op een gegeven moment, een ander geheim dat je voor ons hier moet komen onthullen is, je werd gevraagd om op de koffer. Is dat zo aan toe gegaan? Hoe kom je op die koffer terecht? Hoe werd dat je gevraagd? We hebben geappt. Ja, we hebben het geappt. We hadden het een tijdje erover. Toen zei ik van ja, misschien moeten we het op Facebook zetten en laten mensen zelf kiezen. Het was tussen mij en nog iemand anders. En ja, en dus veel mensen vonden dat die foto van mij geschikter was voor de cover. En, okay, veel mensen vonden dat, maar wat vond jij zelf? Natuurlijk ga ik zeggen. Natuurlijk ga ik zeggen dat van, weet je. Maar ja, ik vind alle foto's vind ik echt bijzonder. Yeah. En ze zijn, geïnteresseerd en interessante onderwerpen wat dat ze ook bespreken, dus dat vond ik wel leuk. Maar ja, natuurlijk vind ik het leuk dat ik op de cover ben en ik voel me heel erg vereerd erdoor ook. Dus, ja. Denk ik ook, denk ik ook. Heel mooi. Trouwens Raoul, vanavond launch is de officiële presentatie van dat boek. Klopt. Hoe laat? Om 7:00 in het park. Mm-hmm. En daar lanceer ik inderdaad het boek en dan gaan we wat meer laten zien. We vertellen ook hoe het allemaal is gegaan. Hoe aan de keuze zijn gekomen, maar ook wat behind-the-scene films en foto's en ook leuke filmpjes. Het is de moeite waard om even te laten komen. 7:00 het park? Ja, 7:00 mag het park. Mag iedereen binnenwippen? Dus iedereen mag komen. Officieel is het eigenlijk, moeten we even een mailtje sturen voor om aan te melden. Maar goed, het is nu al 4:30 en ik weet niet of ik mijn mail kan checken. Dus ik zeg, kom gewoon. De mensen die al een mail hebben gestuurd, die hebben wel net iets meer, die hebben eerder kans om te zitten. Ja. Maar goed, iedereen is welkom om... Iedereen is welkom. Kan men dat boek ook gelijk kopen? Ja, dat boek kan men inderdaad gewoon kopen. Het is ook een signeersessie, dus als ze het willen, kunnen we het ook signeren. En weet je wat het mooie is? Natuurlijk ben ik er om te signeren, Rachel is er om te signeren. Maar ook een aantal mensen die in het boek zitten, die zijn ook aanwezig. Okay. Dus ze kunnen eventueel, als mensen dat willen, kunnen ze ook vragen of die mensen ook misschien een krabbeltje kunnen zetten in het boek. Oké, of als ze ook op de foto mogen met die persoon. Precies, maar dat mag van mij mag het. Rachel, mogen ze met jou op de foto? Prima, 7:00 het park. Wat kost dat boek? Het boek kost €40. Het is misschien een pittige prijs, maar het is ook gewoon een mooi groot boek. Het is foto's en het is... Ik stel voor dat we dan straks, we gaan zo meteen even kijken naar een filmpje. De regie heeft het laten zien. We gaan lekker ernaar kijken. Dan laten we het boek tenminste vasthouden, zodat de mensen het alvast kunnen zien hoe het eruit ziet. Ik heb het gezien en dat het gewoon die €40 waard is. Want trouwens, mensen zullen al daarop hebben gereageerd. Wat voor reacties heb je trouwens al? Ik heb eigenlijk alleen maar hele positieve reacties gehad. Het boek is ook het mooie is om het project te financieren. Ik heb niet met de uitgever gewerkt, ik heb alles zelf gedaan, dus ik moest alles zelf betalen. Helaas had ik niet zoveel financiële middelen en toen hebben we dus gekozen om het via crowdfunding te doen. En via de crowdfunding hebben meer dan 300 mensen het boek al van tevoren gekocht. Of zijn meer dan 300 boeken zijn van tevoren verkocht. En, nee, dus hebben we het op die manier gedaan. En die mensen dus, die hebben het boek al ontvangen, die 300 mensen. Of die 300 boeken. En de reacties waren echt gewoon heel erg positief. Er zijn ook wel commentaren, maar dat zijn eigenlijk van mensen die het boek nog niet hebben gezien. Mm-hmm. Die inderdaad dan misschien vinden. Welke commentaar? Dat ze mensen missen. Dat is het gewoon vooral. Dat het de keuzes... Maar er zijn weer de 75 Surinamers. Ja, precies. Weet dus waar draag je de lijn? Precies. En wat ik al zei, het zijn mijn keuzes. Het zijn, maar ja. Dus, het zijn jouw keuzes. Ja. Er is een filmpje erbij, dus we gaan nu naar kijken. Vind jij ook dat wij als Surinamers trotser mogen zijn op elkaar en op onze roots? We zijn één bijzonder volk en iedereen mag het weten. Dat is mijn droom. Ik ben Raoul Nijhorst, een Surinaamse professionele fotograaf. En ik wil heel graag de wereld laten zien dat wij in Suriname mooie en bijzondere mensen hebben. En dat wil ik doen door middel van een boek. Nee, niet zomaar een boek. Een boek met 75 bijzondere en bekende Surinamers die hun sporen verdiend hebben. Jamang. Jamang. Wow. Een project zoals dit. Kleine ideeën van iemand die iets neerzet en zegt, hey, ik ga dit doen en het is de goede boodschap. En niet alleen in Suriname, maar ook in Nederland, Amerika,
Engeland en ga zomaar door. Oom, tantes, die, dat, de, kala, mosi, mosa, alles zat daar. Bij mama thuis is het beste eten wat er is. De eerste plaats wilde ik graag iets terug doen voor de Surinaamse gemeenschap. Zo, we verdienen met een Coca-Cola en een paar mobiele schilderen op de muren bij de Chinezen. Ik raak geïnspireerd door iedereen die iets durft te presteren. Bijvoorbeeld zoals jij nu de foto's wil maken. Ja, ik kan door alles geïnspireerd raken. Het moet me raken. Bijvoorbeeld al een fotograaf zijn die heel precies weet hoe hij het licht moet bespelen. Om het boek te kunnen maken, heb ik jouw hulp nodig. Hoe je kan helpen? Door het boek alvast te kopen. En dan kan ik iedereen laten zien dat wij als Ranamangs echt trots op elkaar mogen zijn. Want we zijn één volk, één natie, one people. We zijn heel erg trots op jullie, Raoul op jou en Rachel ook op jou. Nu, de mensen die verder willen steunen, moeten gewoon kopen. Ja, precies. Waar kunnen ze dat boek te krijgen? Nou, sowieso vanavond dus bij de launch. En na vandaag eigenlijk gewoon de betere boekhandels hoort je dan te krijgen. Dus ja. Oké, prima. Rachel, voor wat jouw carrière betreft, je woont in Engeland. Ik woon in Londen, ja. Hoe gaat het verder met jouw carrière? Ja, wat heb je zeg maar in vooruitzicht wat je carrière betreft? Ja, wat carrière betreft, ik heb dit jaar echt een geweldig jaar gehad. Ik ben heel blij erdoor. Ik heb films gedaan, ik heb veel tv-spotjes gedaan, ik heb heel veel gereisd voor het werk ook. Dus het gaat heel goed en ik hoop dat het zo door mag gaan. Welke films? ik heb een kleine rol in de nieuwe Mission Impossible 5. En ook in, vorige maand was ik in de nieuwe Bourne-serie, dus Bourne 5 met Matt Damon en Tommy Lee Jones. Dus het gaat goed. Fantastisch. Als je dat allemaal zo noemt, dan zeg je, gaat fantastisch. Wat mij betreft, heel veel succes verder met je carrière. Dank je. Met dat boek ook, Raoul. Je bent fotograaf. We kunnen je hier niet hebben. Er is veel over je geschreven en gezegd. Mensen zeggen van, die Raoul, die fotografeert graag na. Is dat waar? Lastige vraag. Kijk, ik fotografeer eigenlijk... Ik fotografeer dagelijks, ik heb klanten en heel vaak zijn dat gewoon geklede foto's. Maar op een gegeven moment wil je ook gewoon vrij werk maken. Mm. En met vrij werk, kijk, op dat je elke dag al foto's en kleding maakt. Op een gegeven moment, ik zou niet zeggen dat het gaat vervelen, zeker niet. Ik vind het echt heel leuk om te doen. Maar als je vrij werk kunt maken, wil je wat anders, wil je buiten de grenzen. En wat ik gewoon heel erg mooi vind, is het artistieke naakt. Naakt waarbij je helemaal niks ziet. Dus dat je wel ziet van, hé, die persoon is naakt. Maar je ziet niks. En dat maakt niet uit of het vrouw is of man. Ik vind het allebei mooi om het te doen. En gewoon spelen met licht, spelen met composities, dat vind ik gewoon erg mooi om te doen. Poseren de mensen graag naakt? Heel veel mensen poseren graag naakt. Eindelijk vraag ik mensen ook nooit om naakt te gaan. Uh-huh. Hoe doe je dat dan? Vertel. Minozabi. Mensen komen en ze zien dat de sfeer goed is met de fotoshoot. Dat ik behandel de mensen ook altijd met respect. En mensen zien van, hé, weet je, dat zo vaak hebben mensen, heel veel mensen hebben toch stiekem een stoute droom. Weet je, van, ooit zou ik het willen. Hey, nu zeker, misschien boen, nou, weet je, misschien spek, ik zie er spang uit. En, ook als die ze er niet spang uit. Nou, iedereen heeft een schoonheid. En anders hebben we altijd Photoshop natuurlijk. We kunnen altijd een beetje Photoshoppen. Maar goed, veel mensen. Ik denk dat, heel veel mensen, ook mensen van wie je het niet verwacht. Weet je, wat je wel sneller hebt, is dat veel mensen zeggen van, hey Raoul, hoe maak ik wel een mooie foto met je naakt, maar dan moet je niemand laten zien. Mm-hmm. Dus dat heb je wel vaker. Dus ik heb eigenlijk van veel mensen, mensen die je ook misschien zelf zou kennen, mm-hmm. die bij mijn vorige vrienden, die ook gewoon stiekem komen en zeggen die staf mee hoor. Ja, precies. Ja, dus dat heb je ook. Maar het zijn altijd nette foto's. Je zal nooit edele delen of andere dingen bij me op de foto zien. Dat is altijd gewoon en kost zo een van de mensen die dat stiekem willen doen, kost dat veel geld? Ik heb gewoon een reguliere fotoshootprijs. In Nederland is dat €150 voor een fotoshoot. In Suriname zit ik iets hoger, omdat ik de kosten gewoon heel erg hoog zijn, want je wil je ticket en je moet ruimte huren. Ik vind het een hele schappelijke prijs als je kijkt op wat je ervoor krijgt. En ze krijgen professionele foto's. En ze krijgen sowieso professionele foto's. Goed. Ja. Ik moet me hier houden aan de professionele anders blijven we nog een heleboel doorvragen richting jullie. Ja. Maar nogmaals, ik wens jullie heel veel succes. Ja. Vanavond om 7:00 in. Park. Mm-hmm. Voor de mensen die nog binnen willen komen, die kunnen nog komen. €40 per boek. Ze kunnen ook op de moeten ze betalen voor die foto? Als ik zeg Raoul, ik kom en dan heb ik een foto naar een Rachel, moet ik daarvoor betalen? Nee, tuurlijk niet. That's on the host. Nee, precies. Ja, dat is gewoon. Dat mag gewoon. Daar hebben mijn kijkers dat gewoon.
Nogmaals, heel veel succes. Dank we kijken uit. Voordat we eruit gaan, laten we de mensen de koffer laten zien. Ja, is goed. Zodat ze de mensen weten wat ze voor dat bedrag krijgen. Terwijl de cameraman nog probeert. Ik zal hier... Ja, even deze zo weghalen. Moet ik hem misschien even een beetje in bladeren? Ja, we gaan hem laten hem eerst de koffer voor ons pakken. Ja. En ja, en dan mag je even erin bladeren. Dus dan gaan we even kijken wat netjes gaan niet te veel laten zien. Nee, ze moeten hem kopen. Oh nee hoor, dat is het niet, want ze hebben sowieso die verhalen nog niet gezien natuurlijk. Maar hier is bijvoorbeeld eentje. Ja. En nou, deze is misschien iets minder bekend in Suriname. Humberto Tang. Ja, ja, Humberto Tang. We kennen Kenny B. En je ziet, dan denk je van Kenny B, waar heeft hij een wereldbol in zijn hand? Ja. Jürgen Reimann. Ze hebben allemaal het verhaal ernaast. Ze hebben allemaal het verhaal ernaast. En misschien wie mooi is om te zien, ik weet niet of mensen hem nog kennen. Natuurlijk kennen mensen hem nog, maar misschien Anthony Nesty. Ja, die zit er ook tussen. Anthony Nesty ben ik naar Amerika gevlogen om daar foto's van te maken. Je hebt ook Ranomi. Je ziet dat ik ze eigenlijk allemaal een beetje gekke dingen laat doen. Fantastisch. Thank you. Goed, de mensen moeten gewoon vanavond gaan naar het park en zo niet gewoon kijken in de beste, beter gesorteerde boekhandels om dat te doen. Ja, nogmaals. Zeker. Heel veel succes, mensen. Dank u wel. Thank you. Raoul Nijhorst was dat en Rajan Rietveld. We spraken ze naar aanleiding van Suriname bekend. Vanavond doen ze dat in het park om 7 uur. Ik ben Rudy Esaias. We gaan eruit voor dit weekend. Het is weekend, dus 2 dagen uitrusten. Maandag is er een andere aflevering, maar dan met Gerold Vliet. Goedemiddag. En helder. Voor alle Surinamers. Self-Reliance. Passende verzekeringen voor alle Surinamers. Veilig verzekeren bij Self-Reliance. In ons leven zijn we altijd wel behoedzaam. Alert. En oplettend. Er kan altijd wel iets gebeuren waar we niet op voorbereid zijn. Sluit daarom nu een Self-Reliance brandverzekering af voor dat ene moment waarop er van alles kan gebeuren. Veilig verzekerd bij Self-Reliance.